Het Redding- en Veerdienstmuseum Jan Lels aan de Badweg in Hoek van Holland gaat over maximaal 3 jaar sluiten. Er kunnen geen vrijwilligers worden gevonden die het werk kunnen voortzetten. Daarnaast is er te weinig ruimte om wisseltentoonstellingen te houden. Je ziet zelf als je rondkijkt hier, alles is helemaal volgehangen. En mensen die komen en die hebben het gezien. En dan de tweede keer zeggen ze, oh, dat is allemaal hetzelfde. En daar moet je natuurlijk eigenlijk wijzigingen aanbrengen. En daar heb je ruimte voor nodig. Gerrit van Veldhoven heeft samen met Piet Heijstek het museum gesticht. Ze waren allebei verzamelaars van foto's van scheepstrandingen. Ze hadden zoveel verzameld dat er een boek uitkwam. En daarna zijn we verder gegaan en hebben we via domeinen deze bunker met aanpalende grond kunnen kopen voor een vriendenprijs. Ze hebben voldoende vrijwilligers, maar die zijn allemaal op leeftijd. En nou, de jongste is 76 en de oudste is bijna 86. Alles wat ertussen zit, dat zit hier. Maar ja, we zijn allemaal mensen van de dag natuurlijk. De ene die gaat hopelijk nog 10 jaar mee. En de ander gaat misschien maar nog 1 jaar of 2, 3 mee. Dat weten we niet. De blikvangers op het museum worden weggegeven. Hoe heb jij dat gedaan? De boten worden voorbereid op hun reis naar de eindbestemming. Deze boot gaat naar Hellevoetsluis. Hij heeft 2 motoren. Als je hem zou repareren en uit elkaar halen, dan zal die nog lopen. De reddingboot van Ter Heide gaat terug naar Ter Heide. En dan gaan ze hem opknappen en dan komt hij ergens in Ter Heide te staan. En ik dacht dat ze hem op de plek van die kanonnen wilden zetten. Dus dat wordt dan weer een eyecatcher voor Ter Heide. En dat gunnen we ze graag. De bunker wordt binnen 3 jaar overgedragen aan het historisch archief. Het is te hopen dat ze dat kunnen betalen, want stookkosten die reizen natuurlijk de pan uit. Je bent gauw een 240, 250 euro kwijt per maand aan stookkosten. Tot die tijd is het museum op woensdagmiddag en iedere eerste zaterdag en zondag van de maand geopend.